Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars Podcast. Vandaag hebben we een bijzondere aflevering, want het gaat over het financieren van vastgoed in Nederland. Op aanraden van Tom Berkhout heb ik vandaag te gast Philip Zwart. En wie is Philip Zwart? Hij is Executive Director Debt and Structured Finance bij CBRE. En daarnaast heeft hij ook, is hij ook fellow bij Nijrode Universiteit, waar hij meerdere lessen geeft binnen dit onderwerp. Goedemiddag, Philip. Goedemiddag, Jim. Ik had je hier van tevoren zojuist al gemeld. De luisteraars weten het nog niet. Maar de eerste vraag verander ik vandaag. Want Tom raadde aan om het te vragen. Wat doet de staatsleningrente momenteel? Wat denk je geld, Jim, vandaag de dag? Wat zou het Nederlands staatspapier doen? Om eerlijk te zijn, je hebt het me zojuist al verteld, was het wat hoger dan ik had verwacht. Ik had gedacht dat het rond misschien de 1% zou zijn. Maar je vertelde dat het hoger was. Ja, het is 2,6%. Dus de Nederlandse staat leent nu tegen 2,6%. En daar krijgen ze een 10-jarige lening voor. Dus dat is de rente vandaag de dag. Risicovrij, wat je kunt krijgen als je in Nederlands staatspapier gaat. Nou, daar zullen we het zo dadelijk nog wel ietsje meer over hebben als we het over vastgoed en dergelijke hebben en het financieren ervan. Om dan met mijn echte officiële vraag, zoals altijd te beginnen, is: hoe ben je in de vastgoed terechtgekomen? Ja, dat is wel een goeie. Ik heb ooit economie gestudeerd in Groningen, bedrijfseconomie. En toen ben ik bij een bank gaan werken. Dat heette in die tijd, had je de SNS-bank. Dat heb ik 2 jaar gedaan. En toen ben ik naar ING gegaan. Daar heb ik bijna 24 jaar gewerkt. Waarvan de laatste 10 jaar in het vastgoed. Bij ING Real Estate Finance. Dus dat is echt het financieren van commercieel vastgoed. Daar was ik verantwoordelijk voor kantoor Amsterdam. Hartstikke leuke functie. Werkte ik met 30, 35 mensen de hele dag aan, met vastgoedbeleggers, vastgoedontwikkelaars. En die hadden natuurlijk geld nodig. En dat probeerden wij als ING, zeg maar, te verstrekken. Hoe ik daar terecht ben gekomen is eigenlijk een beetje via talentenklasje van de ING. Zo werkte dat destijds. Ooit begon als trainee. Toen accountmanager zakelijk. Toen bij ING Lease gaan werken. Toen bij ING Car Lease gaan werken. Toen werd ik regio-directeur. En toen ben ik terechtgekomen in het vastgoedwereldje van ING Real Estate Finance. En dat was eigenlijk toeval, want ik kon kiezen tussen twee takken van sport. Ik kon directeur private banking worden voor ING of directeur ING Real Estate Finance. En ik heb voor het laatst gekozen. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik denk dat ik allebei nog steeds heel erg leuk vind. Zowel de private banking kant als de vastgoedkant. Het heeft ook heel veel overlaps met elkaar. Want partijen die een beetje vermogend zijn, die hebben hun vermogen vaak ook zitten in vastgoed. En partijen die vermogend zijn, hebben vaak ook wel geld zitten in beleggingen. Dus het is een beetje bij toeval. En ik was denk ik 37 toen ik in die wereld terecht ben gekomen. En ik zit er nog steeds in. Dus dat betekent een kleine 20 jaar inmiddels. Want na ING, toen was ik een jaar of 48, ben ik bij CBRE gaan werken. Dat is een hele grote internationale vastgoedadviseur. Eigenlijk het grootste bedrijf ter wereld op het vlak van het geven van vastgoedadvies. In de meest brede zin van het woord. En wij adviseren zeg maar over aan- en verkopen. Maar bijvoorbeeld ook over aan- en verhuren. Of als jij een project wilt ontwikkelen. Daar hebben wij ontwikkelaars. Of je wil dingen doorrekenen, daar hebben we mensen voor. Maar we hebben ook mensen om jouw properties, zeg maar je assets te managen. We hebben zelf een eigen tak voor sport, dat heet dan investment management, die openlegt in vastgoed. En ik doe dan de tak debt and structured finance. Nou, dat is allemaal heel Engels, maar het komt er hier in feite op neer dat ik zeg maar bedrijven, beleggers of ontwikkelaars adviseer over, ja, waar moet ik nou mijn geld vandaan halen? Als ik een project wil financieren, of als ik mijn kantoorportefeuille wil financieren, of als ik een woningportefeuille wil kopen, hoe financier ik dat? Dat is wat ik doe met mijn team. En dat breiden we vandaag de dag een beetje uit met ook een beetje mezzanine-achtige financieringen. En als je eigen geld nodig hebt en je hebt dat niet, dan weten we daar ook wel partijen voor. Dus eigenlijk de hele structurering rondom de financiën, zeg maar, met betrekking tot een beleggingstransactie of een ontwikkeltransactie. Dat doen wij zeg maar vanuit CB en dat doen we vanuit Amsterdam. En dat is eigenlijk heel erg leuk om te doen, Jim. Dat is een beetje kort wat ik doe.
Dankjewel. Er zijn al meerdere dingen die je hebt genoemd waar ik op in wil haken. Maar ik wil nog één persoonlijke vraag stellen. Wat je merkt bij de meeste mensen die in een bepaald vak zitten, is dat ze na 3 tot 5 jaar, misschien ietsje langer, wel het gevoel hebben van, ik heb het gezien. Ik heb een soort de basis onder de knie. Maar het zijn de mensen die echt langer doorgaan, die een soort steeds nieuwsgieriger worden naarmate ze langer doorgaan, omdat ze steeds meer dingetjes ontdekken. Je bent nu al aardig wat jaren actief in deze sector, in deze niche. Wat is het dat je nu zo trekt, of nu nog zo interesseert in het werk wat je doet? Nou, het leukste is eigenlijk, toen ik bij ING werkte, dacht ik van, er is eigenlijk maar één bank ter wereld, en dat is de ING. En wat blijkt, er zijn heel veel andere banken, en dat zijn Nederlandse banken, maar het zijn natuurlijk ook buitenlandse banken, die vastgoed financieren. Dat is vreselijk leuk. En wat ik, een dag als vandaag, ik help een ontwikkelaar die is bezig met een heel mooi project te ontwikkelen in Amsterdam-Zuid, een kantoorproject. Maar die heeft eigenlijk onvoldoende geld. Wij zijn nu bezig met een werkkapitaalfinanciering voor deze ontwikkelaar. En dat doen wij met Belgisch geld. En dat geld komt dan weer bij vermogende Belgische families vandaan. Die dat eigenlijk op een hele leuke manier kunnen doen. Dus wat ik eigenlijk elke dag wil merken is dat er, ja, naast die standaard bankaire financiering, heb je heel veel alternatieve vormen van financieren. En dat kan zijn bij Belgische families. Maar we halen het ook bij families uit de UK, uit Engeland vandaan. Dus dat is zo leuk eigenlijk aan mijn vak, dat het het ontwikkelt zich gewoon heel erg sterk. Dus had je in het verleden zeg maar alleen maar die Nederlandse banken, die Nederlandse bank of die Nederlandse klant kon helpen. Ja, nu heb je een waaier aan buitenlandse partijen, aan family offices, die zeg maar die Nederlandse ontwikkelaar, die Nederlandse belegger wil helpen. Maar ik help ook pensioenfondsen. Dus die pensioenfondsen die willen voor 400-500 miljoen investeren. Bijvoorbeeld in woningen of in zorg of whatever. En die hebben dan weer een rekening courant faciliteit nodig. En daarin kunnen wij ze ook helpen. En dat, dus die hele financiële structurering, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Dat is wat mij heel erg trekt binnen mijn sector. En ik doe dat eigenlijk met hele leuke klanten, die ik al jaren ken of eigenlijk net heb leren kennen. En alles wat daartussen zit. En ik doe dat met hele leuke collega's. Dat zijn de mensen die bij mij op kantoor werken. Het zijn overwegend jonge mensen, een beetje jouw leeftijd, Jim. Of economie of iets met finance hebben gestudeerd, maar in ieder geval leuk kunnen cijferen, die dat internationale aspect heel erg leuk vinden, die het ook leuk vinden om hard te werken. Dus het is eigenlijk die hele sfeer en dat ondernemende wat mij heel erg trekt, zeg maar, om in deze sector te werken. En af en toe een succes hebben, dat werkt natuurlijk ook mee, want dan kun je het vieren. Het is heel top dat het zowel het werk zelf, als de mensen eromheen zijn, en dat je echt een mooie combinatie voor jezelf hebt gevonden. Je noemde ook al meerdere dingen wat ik wil belichten. Het eerste wat je zei was, als het even op commercieel, ik denk dat het over commercieel vastgoed gaat, maar dat je zei transformatieprojecten en ontwikkelprojecten. Zeker. Zijn daar, je noemde meerdere partijen ook qua investeerders, daar wil ik het zo over hebben. Maar voor die twee soorten projecten waar je het over had, kijken daar dezelfde waaier aan investeerders naar, of zijn er toch wel echt hele grote verschillen in? Nou, wat je ziet, als jij bijvoorbeeld een, even een voorbeeld, je hebt een oud winkelpand op een mooie plek in een stad, in de Randstad. En je wilt het ontwikkelen en je hebt daar een mooie huurder voor, of misschien mooie huurders. En dat kost natuurlijk allemaal vreselijk veel geld vandaag de dag. Je hebt natuurlijk ook nog de duurzaamheidsaspecten die meespelen. Dus dan zie je toch wel dat er een verschil is in banken. Dus je hebt banken die gebruiken de argumenten X, Y, Z, zeg maar, om een project te financieren. En wat je ook ziet, andere banken die gebruiken dezelfde aspecten om een project niet te financieren. Dus het is af en toe wel een beetje wonderlijk. En ook wel zoeken naar partijen die, zeg maar, die financiering willen aangaan, of die mezzanine financiering, of daar equity, dus eigen geld aan stoppen.
En vandaag de dag is het wel zo dat je vaak wel breed de markt op moet om je project, je ontwikkelproject of je duurzaamheidsproject, hè, waar we het nu dan in dit geval even over hebben, om dat gefinancierd te krijgen. Aan de andere kant zie je ook wel dat lenders, en dat kunnen ook alternatieve financiers zijn, die zijn wel heel erg geïnteresseerd om projecten te financieren. Dus er is best veel geld in de markt. Dus er is, dat zie je, dat is een groot verschil met bijvoorbeeld de financiële crisis, hè, in de jaren 2008, 2009. Toen lagen banken een beetje op hun gat, om het even plat te zeggen. En dat zie je nu niet. Dus je ziet echt wel dat de appetite is om projecten te financieren. Maar de ene bank zegt keihard ja, om bepaalde redenen. En de andere bank of financier zegt keihard nee, om dezelfde reden. Dus dat is eigenlijk heel erg wonderlijk hoe dat soms gaat. Je geeft aan dat er toch aardig wat geld beschikbaar is. En dat, partijen graag willen financieren. Ja. Tegelijkertijd... Het liefst heb ik het niet alleen maar over het heden, maar trek je het heel breed, maar om het toch even over het heden te hebben. Er wordt bij de woningmarkt in Nederland gezegd dat er bijgebouwd moet worden en dergelijke. Nou, dat kan uiteraard ook door middel van transformaties. Ja. Er is een appetite voor financiering, maar tegelijkertijd wordt er niet zoveel gebouwd als dat er misschien gebouwd moet worden. Of dat er misschien in het verleden gebouwd is. Waar zit dat gat? Nou, het gat is een belangrijk gat natuurlijk, dat je in het verleden... was die rentecomponent natuurlijk heel laag. Hè? Dus dan kon je voor 1, 2% financieren. En dat is natuurlijk nu een stuk hoger geworden. Hè? Dat is misschien wel 4, 5, 6%. Zeker als jij iets wil bouwen. Ja, dat gaat op een variabele rente. Nou, dat kun je gewoon kijken in de kranten. Of op Google of op chatten. Dat is de beleidsrente van de ECB, Europese Centrale Bank, is nu 4%. Nou. Als de bank daar 200, 300 punten op wil verdienen, zit je al op 6, 7%. Dus je ziet dat die rentecomponent enorm hoog is geworden. Daarnaast zie je dat bouwkosten flink gestegen zijn. Door Oekraïne, nou, je ziet allerlei dingen gebeuren in het Suezkanaal. Dat werkt natuurlijk niet allemaal heel erg mee om de kosten laag te houden. Dus je ziet dat dat heeft echt een inflatoire werking gehad. En dat zie je nog steeds, hoor, op de bouwplaats. En misschien zie je nu materiaalkosten wat goedkoper worden. Maar je ziet wel weer dat de kosten voor arbeid, die zijn wel weer heel erg duur. Dus die kostencomponent is er één. Hè? Dus je hebt rente, je hebt de kosten, de bouwkosten, materiaalkosten. Maar ook om mensen, zeg maar, op de bouwplaats die werkzaam zijn. Dat kostte misschien vroeger 4 tientjes per uur. En dat is tegenwoordig misschien wel 70 of 75 euro per uur. Dus dat is 2, 3. Je hebt natuurlijk allerlei nieuwe wetten en regelgeving. Daar is natuurlijk ook van alles over gezegd. Maar als je met name ook in die woningen kijkt. Met de wet middenhuur van meneer Hugo de Jonge. Er zijn natuurlijk heel veel partijen niet blij mee. Omdat je dan je project niet meer kunt rondrekenen. Dus dat is eigenlijk 3. Dan heb je 4. Heb je de overdrachtsbelasting. Nou, die was in het verleden 2%. Die is een keertje 8% geweest. En die is nu 10,4% geloof ik. Dus dat werkt ook niet meer. Dus het is een... enorme melee, zeg maar. Eigenlijk, ja, Tom Berkhout noemt dat een fragmentatiebom. Ik doe heel veel presentaties en lezingen met Tom. En hij begint altijd over de fragmentatiebom. Dus er is nu too much, zeg maar. Wat ervoor zorgt dat die bouw eigenlijk niet op gang komt. En dan heb ik nog niet eens stikstof genoemd. Als ik met ontwikkelaars, ik heb heel veel klanten die ontwikkelaar zijn. Die trajecten met gemeenten, die duren vreselijk lang. Dat komt vaak ook, en dat is vaak geen onwel hoor, bij die gemeentes, maar die moeten ook door allerlei hoepeltjes. Dus het is een hele malaise, zeg maar, aan zaken die ervoor zorgen dat het enorm vertraagt. En daarom worden er gewoon op dit moment onvoldoende woningen bijgebouwd. En wat je nu natuurlijk ook ziet, is dat meneer Hugo de Jonge, die probeert die wetten doorheen te krijgen, waardoor particuliere investeerders, die nemen vaak afscheid, hè, van hun huurwoningen. En die worden dan wel verkocht, maar er komt geen huurwoning voor in de plaats. Dus je ziet heel erg in Amsterdam, maar ook in Rotterdam of in Utrecht, dat er echt een tekort is aan huurwoningen. Ik zie het bijvoorbeeld voor mijn eigen zoon, die studeert in Rotterdam. Die zit trouwens ook op de Erasmus. Die heeft nu een kamer. Maar als je ziet wat hij daarvoor moet betalen met een vriendje, dat is gewoon hartstikke duur. Dat kan helemaal niet. Dat kan, bij wijze van spreken, de normale Nederlander kan het niet betalen. Ja, ik kan het misschien betalen. Maar heel veel mensen natuurlijk niet. Dus dat is niet goed. Uiteraard weer bedankt daarvoor. Ik wil het zo
dan iets meer hebben over het structureren van deals en hoe je dan de juiste partners daarvoor vindt om het te financieren. Maar ja, om een soort beginnersvraag te stellen voor iedereen ook. Wat zijn wat de ratio's waar investeerders waar die naar kijken om een beslissing te maken of ze wel of niet willen financieren? Nou, kijk, als je kijkt naar, stel dat jij een woningproject wil, dat je daarmee gaat starten. Hè, van, nou ja, ik wil 100 appartementen bouwen in Rotterdam voor studenten. Ik verzin het nu even. Of 150 op de campus in Leiden. Of 200 op de campus in Utrecht. Nou, dan begint het natuurlijk al met, ik moet grond aankopen. Dan moet er gebouwd worden, dus dan moet er een aannemer komen, die bouwt voor X. Dan heb ik leges, hè, dus dat zijn alle kosten die je moet maken om je vergunningen op orde te krijgen. Die moet onherroepelijk worden. Je hebt allerlei ontwerpfases, dat kost natuurlijk allemaal heel erg veel geld. Dan begin je op een gegeven moment met bouwen en dan ga je naar de bank. En dan zeg je van, nou ja, ik wil dit project gaat bouwen. Nou, zegt de bank, dat is allemaal heel erg goed. En ik wil best wel 50% van jouw project financieren. Oké, nou, dat doet die bank dan. Maar dan kom je nog 50% tekort. En die moet je eigenlijk bij institutionele partijen halen. Bijvoorbeeld bij pensioenfondsen. Of bij family offices die daar wel in willen investeren. En die willen best investeren, maar die willen ook een return hebben op hun investment. En wat je ziet in die eigen vermogenssfeer, willen ze toch altijd wel 10, 15, het liefst 20% rendement hebben op hun investering. En dat is natuurlijk hartstikke hoog. En ze lopen natuurlijk risico en daar willen ze voor vergoed worden. Dus je ziet dat die rendementen, zeg maar, die partijen vragen, die matchen vaak niet met de rendementen die een belegger of een ontwikkelaar kan bieden. Nou, dat betekent eigenlijk, je kunt er allerlei knoppen draaien. Hè. Je kunt tegen die investeerder zeggen van, ik kan wel een project realiseren, maar dan kun je geen 15 of 20% op krijgen. Dat kan maar 10%. Dan zegt die investeerder, dan ga ik weer andere dingen doen. Want ik kan het wel in een, dat doe ik dan maar even niet, dat woningproject. Dan ga ik maar in een bedrijf investeren. Of in een start-up, Jim, hè, jouw start-up, want dan kan ik misschien wel 20% krijgen. Dus dat hangt allemaal heel erg aan elkaar vast, zeg maar. Dus dat is, zeg maar, dat knutselen, dat knippen en plakken. Hè, dus dat je die equity ophaalt, dan misschien wel voor 15%. En die bank die wil een vergoeding van 6-7%. En die aannemer die wil niet bouwen voor 100, maar misschien voor 90. Hè, dus dat je die kosten wat drukt. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat je dat project wel van de grond krijgt. En de overheid of de gemeente die zegt bijvoorbeeld van, nou, ik wil voor die grond, nou had ik in het verleden misschien 1 miljoen gewild, maar nu 800.000. Hè, dus die knijpt ook een beetje in de prijs. En als je bijvoorbeeld naar Amsterdam kijkt, heb je nog te maken ook met erfpacht. En die gemeente heeft natuurlijk ook die erfpacht nodig, want die moet natuurlijk alle bruggen en kaders verduurzamen in de stad. Dus die heeft dat geld ook allemaal nodig. Dus iedereen zou een beetje, denk ik, water bij de wijn moeten doen om die projecten voor elkaar te krijgen. Dus dat betekent dat die rendementen, die lopen gewoon terug. En dat betekent dat, dat zie je met name bij buitenlands geld ook, dat die zeggen van rendementen lopen terug, misschien moet ik mijn geld wel in het buitenland stoppen. Of dat zie je ook bij heel veel particuliere investeerders, die zeggen van als ik in Nederland niet meer kan verdienen, dan ga ik naar het buitenland. Dat zie je veel, of dan ga ik mijn vastgoed verkopen, het geld wat ik daarmee verdiend heb. Daarmee ga ik naar het buitenland of zoek ik naar andere interessante projecten in Nederland. Dus je ziet dat die appetite voor het vastgoed is gewoon wat minder geworden. Door alles wat ik je net vermeldde. En dat komt uiteindelijk allemaal wel weer goed. Hè? Want je ziet ook dat die waardes van het vastgoed die dalen. Dus op een gegeven moment komen die waardes en wat een investeerder voor wil betalen. Dat komt wel weer bij elkaar. Ja, wanneer komt dat bij elkaar? Dat is altijd de grote vraag. Je hebt nooit het belletje. En als we dat punt bereikt hebben, dan kun je vanuit daar kun je weer gaan bouwen. En wat je nu wel op de Nederlandse markt ziet, is dat die transacties, dat zagen we, want ik zat net even met het economisch bureau, dat je net even weer wat meer transacties ziet. Dus we zien wel weer de eerste tekenen, zeg maar, dat
het begint allemaal weer wat positiever te worden. Dus dat vraag en aanbod weer wat dichter bij elkaar komen. Maar voordat wij weer die hele grote torens kunnen bouwen of die hele grote bouwprojecten, daar moet voor mijn gevoel nog wel eventjes wat gebeuren. Je had het zojuist over dat mensen dan naar het buitenland vertrekken. Wat voor landen zijn momenteel dan populair? Nou, je ziet wel dat... je ziet eigenlijk in eerste instantie toch een soort standstill. Hè, want bedrijven of beleggers wachten af. Dus van, moeten we nou in Italië wat geld stoppen? Of in Spanje? Of in België? Of in Duitsland? Of in de UK? Of in Nederland? De Benelux? Dus partijen gaan pas instappen als ze het gevoel hebben van oké, ik koop iets voor 100. Dan is het natuurlijk niet zo handig dat het zeg maar over een kwartaal nog maar 95 waard is of 90. Dus je moet, wat je nu heel duidelijk ziet is een enorme standstill. En partijen zijn gewoon ook een beetje aan het zoeken van ja, wanneer moet ik instappen? En wij hopen eigenlijk allemaal dat, je ziet dat die rente, hè, dat die lange rentes die zijn weer wat gedaald. En mogelijk is er slechts een ECB, hè, de Europese Centrale Bank, die zegt van nou ja, na de zomer gaan we weer de rente een beetje verlagen. Nou, dat zijn op zich natuurlijk goede instapmomenten. Maar dan kun je zelf ook de vraag stellen, Jim, moet ik nu mijn vastgoed verkopen? Als ik weet dat ik na de zomer er wat meer van krijg. Dus je ziet dat die partijen zijn allemaal een beetje aan het zoeken. En er is best heel veel equity, er is heel veel geld om te investeren. Maar partijen zijn niet bereid om te duur te betalen. Dat is niet handig. Dat zou jij ook niet graag willen. Dus het is nu een beetje een standstill. En mensen vragen zich allemaal af van ja, moet ik nu zeg maar dat cold store kopen? Of moet ik nu mijn winkelpand kopen? Of moet ik nu in de woningen stappen? Of ben ik niet te vroeg? Dus dat is het is een zoeken. Vorig jaar is de markt ook, in Nederland wordt gemiddeld 15, 16 miljard geïnvesteerd. Vorig jaar was het 8 miljard. Dus dat is ook 50% minder geworden. Hè? Dus partijen zijn aan het zoeken. Dat gaat natuurlijk weer op. Dat gaat natuurlijk weer een keer gebeuren. Maar niemand weet wanneer het belletje gaat. Daar kan ik jou helaas ook niet mee helpen, Jim. Gelukkig probeer ik ook niet altijd in de glazen bol te kijken. Maar meer de dingen waar we controle over hebben om daar gewoon volop te richten. Omdat we het eerder over ontwikkel- en transformatieprojecten hebben. Bij transformatie probeer je natuurlijk waarde te vermeerderen. Van iets wat momenteel niet de waarde heeft of misschien zelfs waardeloos is, naar iets wat wel waarde heeft. Als je kijkt naar wat er binnen Nederland speelt, wat voor transformaties vinden er plaats die aantrekkelijk zijn en die ook, die rendement opleveren en dus waardevermeerderend zijn en waar ook een bepaalde trek voor is vanuit de financieringskant? Nou, het voorbeeld is wel leuk. Ik zat vandaag met een partij die kunnen een kantoor ontwikkelen namens een pensioenfonds. En dat kantoor, dat is nu gewoon een heel oud kantoor. Het is echt een verschrikkelijk lelijk kantoor. Maar het is, het ligt op een fantastische plek. En ik meen dat het 20.000 vierkante meter is. Dus dat is wel een fors kantoor. En wat je ziet is dat er heel veel vraag is door gebruikers naar kantoren die duurzaam zijn. En daar willen ze ook voor betalen, want dan is de energierekening natuurlijk laag. Dus wat zie je hier gebeuren is dat, en gemeenten zullen dat ook faciliteren, dat er gaat flink geïnvesteerd worden in dat lelijke, oude kantoor nu. En de verwachting is dat daar flinke huurprijzen voor betaald gaan worden. En dan heb ik het misschien wel over, het is over zo'n Zuidlands kantoor, niet helemaal aan de Zuidlands, maar wel een beetje. Het is ook een beetje hoe je kijkt. Maar dan kun je flinke huurprijzen realiseren. En dan wordt die belegging, die investering gaat dan ook interessant worden. En dit doet deze partij dan voor het pensioenfonds. En het pensioenfonds die zegt van joh, regel dat voor mij. En dan heb je over 1 tot 2 jaar heb je daar een fantastisch kantoor. En er zit dan hopelijk 1 of 2 fantastische huurders in. En dan draai je gewoon een uitstekend rendement. Dat is wat wij zien. En daar is nog steeds appetite voor. Absoluut. En stel iemand klopt bij jou aan.
Het kan voor ontwikkel- of transformatieproject zijn. Het kan in de woningkant of in de commerciële kant zijn. Die persoon heeft, zegt zojuist, ik heb bij de traditionele banken in Nederland al aangeklopt en die hebben het afgewezen. Van jouw kant, wat voor partijen zou je als volgende aankloppen? En ja, hoe zou je zo'n deal proberen te structureren? Kan je een soort van case study voor me doen? Ja hoor. Wij zijn nu bezig bijvoorbeeld met een project, dat is een woningbouwproject, best een groot project. En dan zie je dat een Nederlandse bank, die wil het best financieren, maar tot een bepaald niveau. Dus het is een project van ongeveer give and take 80 miljoen. En een Nederlandse bank zou er weer 50 miljoen op willen financieren. Maar goed, dan kom ik nog 30 miljoen tekort. En dat heeft die partij niet. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben daar een mezzaninefinanciering op geplakt. Dus dat is een beetje... Dat is geen equity, dus geen eigen vermogen. Maar dat is een beetje wat ertussen ligt. Dus je hebt een senior loan, zoals ze dat noemen, met een eerste hypotheek. Dat is dan de Nederlandse bank die dat faciliteert. Dan komt een mezzanineverstrekker. Die doet in dit geval 15 tot 17,5 miljoen op die lening. Dus je haalt echt wel heel erg veel geld op. Nee, in totaal werd er 62,5 miljoen euro opgehaald. Dus je hebt 50 miljoen debt. Dat noemen we dan even de Nederlandse bank. Die mezzaninefinancier. Die doet dan... deze is volgens mij 15 miljoen. Ik ken even los van de getallen. Maar die doet dan het tussenstuk. En die vraagt daar dan een tweede hypotheek voor. Dus die wil een tweede hypotheek. En zo krijg je zo'n project dus voor elkaar. En het grappige of het aardige is dat je in die... in die financiering van die mezzaninefinanciering, die is natuurlijk relatief duur. Dus daar betaal je wel 10% plus voor. Maar het project kan nog steeds uit. En wat zo'n mezzaninefinancier ook doet, is dat ze de rente, die financiert ze mee in het project. Want je hebt natuurlijk, als jij gaat bouwen een project, je gaat woningen bouwen en in de plint heb je dan retail, in dit geval een stukje horeca en de OBA komt erin, dat is de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Dus het wordt, je krijgt ook nog een maatschappelijke engel. Die huren die zitten natuurlijk niet meteen in. Dus je kunt de rente niet vanaf nul betalen. Dus die rente wordt meegefinancierd in dat project. En uiteindelijk krijg je dus een heel project, krijg je gewoon gefinancierd door een Nederlandse bank, door een financier met een tweede hypotheek, dat noemen we dan de mezzanine. En de partij zeg maar, die daar geld in stopt zelf, dat zijn dan de equity partijen. Dat is een family office in dit geval. Dus op die manier krijg je dat project rond. En dit is dan een wat groter project, maar dat kan natuurlijk ook het kleinere project. Dus zo proberen wij te knippen en te plakken. Is de eerste partij waar je altijd op afstapt een Nederlandse bank? Nou, wel met een bouw vaak. Hè? Met een bouwfinanciering. Dat Nederlandse banken die willen graag de bouw financieren. Zeker als je projecten het rondrekenen. En dat rondrekenen komt nu natuurlijk een beetje in gevaar. Hè? Want je ziet nu dat die regelgeving, die wordt natuurlijk allemaal wat strikter. En dat betekent ook dat je minder huur kunt vragen. Dus dat rondrekenen wordt wat lastiger. Laat staan als jij bijvoorbeeld een bestaand kantoor wil omkatten naar nieuwbouwwoningen. Dan moet je echt... ook omdat je die duurzaamheid, dat kost natuurlijk allemaal heel veel geld. En als je dan je rendement niet kunt halen uit je huren, dat zorgt er vaak voor dat die projecten niet doorgaan. Dus we komen vaak in eerste instantie bij Nederlandse banken terecht, want die zijn het goedkoopst in de financiering. Er zijn ook wel een paar buitenlandse banken hoor, die dat doen. Maar je hebt een mandje zeg maar, van 5 tot 8 banken die dit soort projecten willen financieren. Op 50-60% van de kosten. Nou, als je die hebt, dan is dat lekker. Willen die banken niet, dan heb je wel andere banken die het ook willen financieren. Tot misschien wel 70%, misschien wel 75%. Maar die zijn een stuk duurder. En dat moet allemaal uit het project kunnen. En als jij een Nederlandse bank hebt die tot 50% wil, dan kom je dus van 50% tekort. Dat kun je dan vaak weer met een optoppingje doen met een mezzaninefinanciering. Dus je hebt wel allerlei partijen die daar omheen gaan. Ook wel family officers. Dus je kunt al knippen en plakken, kun je zo'n project bij elkaar knippen en plakken. Maar de goedkoopste oplossing vaak is wel die Nederlandse bank. En daar heb je ook wel weer differentiaties in. Want de ene bank is wat goedkoper dan de ander.
Maar het beste is toch om bij die Nederlandse bank te beginnen of bij die enkele buitenlandse bank. En geldt dat ook voor transformatieprojecten, omdat je het zojuist had over bouw? Ja, transformatie idem, ja. Ja. Oké. Okay. En als je, stel er is een deel gefinancierd door, of wordt gefinancierd door een Nederlandse bank of een van die andere banken die je noemde, de volgende domino om het plaatje completer te gaan maken, zouden dan family offices zijn? Of heb je een ander volgorde waar je soort langs gaat? Nou, de volgende tak is dan bijvoorbeeld een mezzanine financier of een debt fund. Die heb je ook. Je hebt allerlei debt funds. Maar die zitten vaak in de UK, in het Verenigd Koninkrijk. En die, die doen ook vaak mezzanine financieringen. Maar die kunnen ook wel vaak wat meer risico aan. Daar betaal je ook voor. Hè? Dus dan ben je vaak al wel 8-9% kwijt. En dan moet je uiteindelijk moet dat natuurlijk allemaal wel betaald kunnen worden. En moet het ook uit het rendement kunnen. Dus daarom is die rendementsvraag altijd zo belangrijk. Maar die debt funds die kunnen zeker ook financieren. Die zijn vaak wat duurder. Die gaan vaak wel wat verder dan Nederlandse banken. En bovenop zeg maar, de financiering van zo'n Nederlandse bank kun je ook een mezzanine financiering verstrekken van zo'n debt fund of van zo'n family office. Dat is wat je vaak ziet. Ik had je van tevoren natuurlijk verteld dat dit de makelaarspodcast is en dat het erom gaat voor mij om een meerwaarde binnen de makelaardij op te leveren. We hebben het nu heel veel over de financiële kant gehad. En er zijn natuurlijk commerciële makelaars of bedrijfsmatige makelaars die veel met dergelijke dingen te maken hebben. Ook aan de woningkant heb je bijvoorbeeld nieuwbouwmakelaars die zich daarin specialiseren. Vanuit jouw oogpunt en jouw ervaring, heb jij een bepaald advies richting makelaars hoe ze een nog grotere waarde kunnen leveren aan klanten die transformeren of willen of iets willen bouwen? Ja, ik denk dat kijk, de makelaar weet natuurlijk bij uitstek wat interessant is om te verhuren, hè? Dus het verhuurproduct, maar ook wat interessant is om te verkopen. Dus zeg maar, er worden natuurlijk ook heel veel woningen bij wijze van spreken ontwikkeld en die worden dan individueel verkocht. Dat zijn appartementencomplexen en daar kan de makelaar natuurlijk heel erg goed bij helpen. Want die heeft natuurlijk een enorm gevoel bij die markt. Hè? Wat in trek is of wat niet in trek is. Dat merken wij ook. Ik bedoel, wij helpen ontwikkelaars met hun financieringen. Maar wij helpen natuurlijk ontwikkelaars ook met het verkopen van hun product. En daar hebben wij zeg maar onze woningmakelaars voor. Maar daar hebben we ook onze commerciële makelaars voor die het verkopen zeg maar aan institutionele partijen of aan buitenlandse partijen. Dus daar ligt natuurlijk een hele belangrijke. Wij, als je onze woningmakelaars ziet, die zijn de hele dag eigenlijk aan het berekenen wat is nou het beste product zodat je daar het beste rendement uit kunt halen. En dat is natuurlijk af en toe een beetje vies in de ogen van meneer Hugo de Jonge, het hoogste rendement. Maar vaak heb je dat hoogste rendement wel nodig om überhaupt het project van grond te krijgen. Dus nee, die makelaar bij uitstek is heel erg belangrijk. Wij hebben zelf een makelaar, dat is Evie Voogd. Misschien ken je die wel, dat is een hele grote makelaar in Amsterdam. En die adviseert ook onze beleggers en onze ontwikkelaars over, ja, wat voor product moet je nou hebben? En dat kan de makelaar uit jouw makelaarspodcast kan dat natuurlijk ook doen. Voor zijn klanten in, weet ik veel, Groningen, Hengelo, Limburg, Zeeland, noem het maar op, om het beste product te financieren of te bedenken. En wat ze er ook aan kunnen koppelen is natuurlijk ook, stel dat je individueel gaat verkopen, dat je daar een bank mee aanschuift. Bijvoorbeeld de lokale Rabobank die woning weer kan financieren. Als je hebt erover dat mensen binnen het team een soort kijken van, ja, wat is het beste product wat geleverd kan worden? Naar wat voor soort bronnen of voor soort informatie kijken ze dan om een conclusie te trekken? Nou, dat is natuurlijk heel veel onze ervaringen, want wij verkopen natuurlijk heel veel. Dus wij weten wel waar de markt behoefte aan heeft. Is dat een eenkamer appartement of een tweekamer appartement? Is dat 50 vierkante meter? Is dat 70 of 100? En daar dan weer een mix in. Het moet altijd een mix zijn tussen sociaal midden en een vrije sectorhuur. Vrije sectorhuur kun je natuurlijk wat meer aan verdienen dan sociaal. Dus dat is een heel palet, zeg maar, waar mensen naar kijken.
weinig binnenruimte, veel binnenruimte. Probeer je het in de middenuur, hoe moet zo'n project er dan uitzien als je het wil verkopen? Dus dat is heel veel ervaring. Dat zijn heel veel data die wij hebben als vastgoedclub, natuurlijk als CBRE. En daar zijn wij, denk ik, kijk, wij zijn daar hebben wij natuurlijk heel veel kennis en kunde in, zeker die data. Wij weten gewoon heel erg veel. Maar als jij lokaal bent in Hilversum of je bent lokaal in Hengelo, dan heb je als makelaar ook lokaal die kennis. En die moet je natuurlijk zien te koppelen aan zo'n investeerder en dan samen optrekken. Dat zou mijn advies zijn. En dat is nog steeds leuk werk ook. Als we een beetje langzaam gaan afsluiten. Met al jouw ervaring, als je een startend makelaar of startend vastgoedadviseur of iemand die zich meer in zeg maar de dingen die jij doet, de financieringen en dergelijke en structureren daarvan, daarin wil verdiepen, wat zou jouw advies voor die persoon zijn? Hoe kan die het beste beginnen? Nou, je ziet natuurlijk best veel partijen die, zeker oud-bankiers, die zijn op een gegeven moment het bankiersleven moe. En dan denken ze van, ik ga ook debt advisor worden. Ja, wat belangrijk is dat je toch je klant heel goed kan adviseren. Het is niet alleen die financiering, want financiering is natuurlijk heel erg gekoppeld aan het product. Dus ik zou heel erg die link zoeken met het product. Met het kantoor of de winkel of het winkelcentrum. En daar moet je gewoon heel erg veel over weten, zodat je ook goed kunt adviseren over die financiering. Dus die financiering is eigenlijk maar één aspectje van het totaal. En ik denk dat je, als je een hele goede debt advisor wil zijn, dan moet je eigenlijk de hele breedte kunnen adviseren. En dus ik zou vriendjes en vriendinnetjes erbij halen die daar ook verstand van hebben. Dat zou ik zeggen. Zo. Als je het hebt over verstand over de breedte, aan wat voor dingen moet ik dan denken naast de financiering? Ja, wat ik zeg. Dus als jij jouw klant wil adviseren over de financiering van een vastgoedproject, dan moet je ook iets weten over het product zelf. Ja, moet het een 1 of 2 kamer appartement zijn? En als jij een beetje. Kijk, die wet en regelgeving die verandert ook zo snel. Dat meneer De Jonge die zegt nu van bij nieuwbouwprojecten mag je 5 of 10% extra huur vragen, hè, in de middenuur. Nou, dat was vorig jaar, was dat niet zo. Maar het is wel handig als je dat weet, ook als financieel adviseur, dat nu wel zo is. Dus je moet, ik denk dat je misschien ook wel keuzes moet maken. Van, je kunt namelijk ook niet alles weten. Dus misschien moet je wel alleen maar richten op die woningen of die woningontwikkelaar. Maar je hebt natuurlijk ook financieel adviseurs die kunnen zich richten op de logistiek. Dus ik denk dat specialisatie niet verkeerd is. Dat zie ik ook in mijn eigen team. Wij hebben 7 mensen rondlopen. De ene die is helemaal gespecialiseerd in die kleinere leningen. Ook alternatieve leningen vanuit family offices. Maar we hebben ook mensen die zijn weer helemaal geïnteresseerd in dat equity, in dat eigen vermogenverhaal. En we hebben mensen die zijn geïnteresseerd of gespecialiseerd in de grote institutionele partijen. Dat is weer heel anders. Ik zit met name in de vermogende particulier. Is weer een hele andere sector dan de vermogende particulier. Dus je hebt heel veel specialisaties eigenlijk. En wij kunnen gebruik maken van het grote CBRE-kanaal. Met alle data. Daar kan de financieel adviseur in Hengelo geen gebruik van maken. Dus ik zou me richten op één ding. En dat vreselijk goed doen. En dan ook specifiek voor jouw regio. En specifiek voor jouw klanten. Zo zou ik het doen. Top, Filip. Bedankt voor dit advies. Daarmee hebben we ook het cirkeltje rondgemaakt. Aan het begin gaf je aan wat een soort de factoren waren die invloed hadden op beleggingen. En ik denk dat je dat nu heel goed hebt benoemd door middel van specialisatie. Voordat ik mijn laatste vraag stel, had ik ook gezien dat je een basisboek, vastgoedfinancieringen met Tom Berkhout had gemaakt. Daar heb ik ook al grotendeels doorgelezen ter voorbereiding op dit gesprek. Dus daar zal ik een link naar plaatsen voor mensen die meer over het onderwerp willen weten. Ja. En dan nu mijn laatste vraag. Hoe zouden mensen het beste contact met jou en of CBRE op kunnen nemen? Ja, via mijn LinkedIn, denk ik. Filip Zwart, LinkedIn. Ze kunnen mij altijd bellen voor een keertje klanken of een keer advies. En via LinkedIn ben ik gewoon te bereiken. En dan kun je mij een e-mailtje sturen of een mailtje sturen. Of een berichtje sturen, is dat, hè? Ja. En dan... Dan krijg je altijd antwoord. Is goed. Ik zal ervoor zorgen dat die links in de omschrijving staan, zodat het voor iedereen heel erg makkelijk is. En daarmee wil ik je hartelijk bedanken voor je tijd, Filip. Dankjewel. Nou, leuk. Graag gedaan, Jim. En op naar de volgende podcast, zou ik zeggen. Ja, en kijkers en luisteraars, tot de volgende keer.